We zijn weer terug bij het Mediapark Jaarcongres met het laatste interview van vandaag met iemand die de nieuwe media leidt bij een omroep. En in dit geval is dat Patrick de Koning, hoofdnieuwe media van de KRO. Wat doet het hoofdnieuwe media bij de KRO? Welke activiteit hebben jullie en hoe groot is die afdeling? Want dat loopt ook nogal uiteen van de ene naar de andere omroep. Dat loopt heel erg uiteen. Mijn afdeling is een afdeling van 17 mensen. Voornamelijk redacteuren, techniek en twee designers. Dus met name het frontend design. Een redelijke afdeling. Als je dat kijkt naar het commerciële domein, dan mogen we niet klagen. Ja. Wat zijn de afdeling onder andere, zoals iedereen de websites bij programma's maakt, maar wat zijn de grotere activiteiten die jullie doen? Nee, waar wij ons vooral op richten, zeker de laatste 2 jaar, is die conversie naar de tablet natuurlijk, naar mobiel. Neem ik aan dat ook iedereen doet, dus dat is ook een logische. We proberen dat wel ook wat breder te zien, dus niet alleen maar alles kijken van wat kun je bij één programma, maar wat kun je ook over meerdere programma's, CQ, wat kun je in de gezamenlijkheid betekenen. We zien onszelf wel als onderdeel van dat publieke bestel. Mm-hmm. En dus kijken we ook van joh, waar kunnen anderen ook van meegenieten. Wat is nou een project of een ontwikkeling die opgezet is om meerdere programma's of meerdere zenders te bedienen? Noem maar eens. Ik denk dat de belangrijkste voor de hand liggende is de journalistieke portal. We zijn bezig om zeg maar alle journalistieke content van de publieke omroepen bij elkaar te brengen. Dus aggregatie van die content. Neem het dossier Holleder. Ieder programma besteedt er aandacht aan. Alleen ja, waar zit dan het overkoepelende? Jongens, kun ik ons helpen even met duiden? Dus in dat moeras willen we ook een leidend zijn. Dat doen we dus samen met de NPO. Dus je wordt één. Wanneer komt die portal er eigenlijk? Launch date september. September, dus een portal met alle journalistieke content, zaken. Dossiers van, dus de belangrijkste dossiers. Ja. Kijk, het is niet alles, hè. Het gaat ook niet zozeer om actualiteit. Daar heb je de NOS voor. Die zijn er als geen ander voor. Ja, en daar ga je als voor het nieuws van de dag. Ja. Ja. Maar wil je dus meer? Wil je het geheel zien, de rijkwijde, de breedte van alle journalistieke content? En hoe ver terug gaat die portal dan? Ik bedoel, gaan jullie uit de archieven tot 10 jaar terug alles bij elkaar verzamelen op een dossier? Of is het meer van, we beginnen nu en dan moet het zich opbouwen? De dossiers bouwen nu op. Dat wil niet zeggen dat we niet terugkijken naar. Want er zit ook een hele component onderzoeksjournalistiek in. Ja. Dat zijn dus de dossiers uit het verleden. Dus jarenlang onderzoek wat er ook in zit. En wat steeds op gezette tijden weer naar voren komt natuurlijk. Dus het is zowel het verleden als de toekomst. Hoe gaat die heten, de portal? Of is die nou nog niet bekend? Mogen die nog geheim houden? Oh, september. September. Eén ding wat ik ontzettend interessant vind van de KRO. Ja, jullie hebben natuurlijk een aantal programma's die een gigantisch groot publiek bereiken. Boer zoekt vrouw is er één. Ja, nou, maar ik vind het zo interessant. De laatste jaren, weet je, ik zit natuurlijk ook al 10 jaar in de nieuwe media. En in het begin begonnen dingen altijd met een voorhoede die dingen uitprobeerde. Maar op dit moment beginnen nieuwe dingen vaak meteen met een heel groot publiek. Dus echt nieuwe dingen die toch met een heel groot publiek uitgetest worden, geprobeerd worden. Vertel eens iets over de Boerzoekvrouw app, want dat vind ik nou echt een bijzonder verhaal. Ja, dat is. Nou, je hebt hier vandaag al heel veel over Second Screen gehoord en prachtige examples en van de Achtung tot in therapie. Iedereen doet er wel mee. Wat wij gedaan hebben met Boerzoekvrouw Live is inderdaad normaal gesproken, de boeren, daar hoor je niks van tijdens de uitzending. Alleen met Boerzoekvrouw Live, dus tijdens de uitzending van Boerzoekvrouw, komen er wel berichten van de boeren binnen. Dat zijn ook echt uitspraken van die boeren. Ja. Dus in die zin is dat nieuw. En dat dus tijdens de uitzending dan kun je voor 350.000 mensen. Ja, 350.000 mensen hebben die app gedownload en die kijken naar. Die volgen dat nieuws ook inderdaad. En echt een aanvulling op het programma. Maar jullie doen nog meer, want jullie gaan ook echt door na het programma. En dat heeft er ook weer tot gevolg. Dat zeg maar, als je kijkt, 3 maanden nadat Boerzoekvrouw was afgelopen, hadden we nog steeds een userbase, active users, van 250.000. Ja. Wat redelijk aanzienlijk is. Dat is gigantisch inderdaad. Maar wat konden die dan doen? Het programma was afgelopen en toch blijven ze die app gebruiken. Wat was er dan nog te vinden? Omdat zeg maar, in de app kun je volgen hoe het met de boeren nu gaat. Dat blijft gewoon door. Jullie blijven die mensen volgen. Ja. Dus inderdaad, als Aad een nieuwe vriendin heeft, nieuwe liefde, sorry, ik moet dat goed zeggen, dan zie je dat ook in de app terug. Dan krijg je dat nieuws ook daar. Maar dit wil ook zeggen dat je die mensen dus een heel seizoen, wanneer er geen uitzending is, meeneemt weer naar het volgende seizoen. Ja. Want ze blijven kijken. Maar dat is ook een optie. Kijk, waar we in het verleden echt hadden van, oké, je hebt een programma. Nou ja, daar zit een begin en een eind. En zo zit het ook met internet. Hop, dat begint met het programma, stopt met de uitzending. Dat is niet meer. Je hebt veel meer die aanloop.
de fun er naartoe. Mensen, we zijn weer op zoek. Mensen, er komen weer nieuwe boeren aan. En de nasleep van hoe gaat het nu met ze? Want dat willen mensen ook weten. Of het nu spoorloos is, memories of boerzoekvrouw. Mensen willen weten hoe is het nu met ze. Ja. En dat kun je niet altijd. De ruimte op tv is beperkt. Ja, nou ja, maar goed. Wel internet. Dat het werkt, maar dat het zo goed werkt met 300.000 en daarna 250.000, had ik niet verwacht. Nee, het zijn gigantische aantallen. Jullie hebben een aantal programma's waar je echt inzet op dit soort mobiele en tweede scherm toepassingen. Ja. Noem eens een andere vorm van toepassing die jullie ingezet hebben. Keuringsdienst bijvoorbeeld. We hebben daar Keuringsdienst van Waarde, de rekenkamer. Daar hebben we op een gegeven moment uit laten zoeken, wat kost nou het bouwen van een app? Dus hebben we zelf ook een app ontwikkeld. Een gratis app. Alle gratis zaken erbij, die te doen zijn, services die te vinden zijn in Nederland. En wat je daarin ziet, en dat is op zich heel leuk, waar het bij het publiek van Boer Zoek Vrouw het moeilijk vindt om te participeren, je krijgt ze moeilijk echt actief, zie je dat het bij de groep van Keuringsdienst enorm. We kregen zoveel tips binnen. Ik heb daar gewoon 3 weken lang een extra redacteur op aan moeten nemen om alle suggesties de tips te verwerken. Ja, dat konden we gewoon niet aan. Dat was echt in 1 weekend 1000 tips. En je moet ze wel verifiëren. Nou, dat soort zaken meer. Want zetten jullie nou standaard apps ook in om inderdaad je publiek te betrekken om informatie te verzamelen voor het programma? Nee, we kijken wel hoe we het in kunnen zetten. Kijk, de ene keer, we zien ook nog steeds een heel groot verschil tussen een mobiel of een tablet. Tablet, daar kun je inderdaad veel meer op. Dat begrijp je. Bijvoorbeeld voor detectives. Heerlijk om op een tablet naar een detective te kijken. Neem hem mee op vakantie. Download een detective serie, kijk hem daar. Voor de Boer Zoek Vrouw Live is echt voor de mobiel ontworpen. Ja. Ja, het zijn korte berichten. Ja. Bij de Twitter Beest. Daar heb je de mobiel. Nee, maar ook als je op een gegeven moment een gigantische userbase hebt, dan vraag je ook af, wat zou je nog meer met ze kunnen doen? Ik bedoel, zouden ze ook informatie kunnen leveren? Of, de ene keer makkelijker dan de andere keer. Ja. Net wat ik zeg. Je ziet daar wel verschillende groepen in. Keuringsdienst is een hele actieve groep. Daar zitten we ook heel erg actief Facebook in. En dan zie je dus ook dat het bericht wordt geplaatst. En 10 uur later hebben een paar honderd mensen dat weer geliked. En heb je daardoor weer een 20.000 andere mensen bereikt. Dus dat gaat heel snel. En je ziet dat bij Boer Zoek Vrouw minder is. Daar zijn mensen minder toe bereid. Die willen meer consumeren, die willen zien achter, die willen het verhaal. Entertainment. En, op je thee erbij kijken, heerlijk. Goed. Ja, prachtig. Jullie hebben een aantal hele grote projecten. Komt er iets nieuws aan? Nou ja, de journalistieke porgel is waarschijnlijk een van de grootste waar jullie nu aan bezig zijn. Maar Maar bijvoorbeeld ook als je kijkt naar Kindertijd. Daar zijn we nu ook. Ook in dit geval weer samen met de NPO kijken we daarnaar. Waar heel veel ouders behoefte aan hebben is gewoon iets voor hun kinderen. Wat ze eigenlijk weg kunnen geven. Ja. Waardoor de kinderen zoet zijn op de achterbank. Ik zeg het even plat, maar dan komt het wel op neer. Ik heb ook 2 kinderen. Daarom. Ja. Dan wil je dus wel dat je van tevoren als ouder kunt zeggen van niet ga maar naar YouTube en download maar een paar leuke filmpjes. Maar dat je dus zelf kunt selecteren, oké, dat wel, dat niet, dat wel. Met wat spelletjes, zo. En ze zijn een uur lang rustig. Nou, daar zijn we niet mee bezig. Dus dat je een volledige... Dus dat is een selectie van materiaal wat eigenlijk al online staat. Niet door jullie gemaakt, maar door wie dan ook gemaakt. Met een soort white label van dit is oké. Okay. Een stempel van dit is niet gevaarlijk. Oké. Okay. En is dat dan een selectie van YouTube-video's? Of Nee. Dat is echt dus de Karel Kindertijd content, documentaires, maar wel geschikt voor kinderen. Waar wij als publieke omroep onze naam onder durven zetten. Oh, het komt wel van de publieke omroep. Ja. Het is niet over. Oké. En dat wordt een app of een website? Een app. Dat wordt dus een app, maar specifiek die kun je gewoon binnenhalen en dan kun je er... Specifiek voor de tablet, omdat je ziet dat heel veel kinderen gebruik maken van de tablet. Ja. Dus heb je binnenkort ook beschikbaar. Ja, ook in september waarschijnlijk. Deze staat gepland voor augustus, maar we zullen even kijken of we het allemaal halen. Ja, voordat we naar de toekomstvisie gaan, even, want we hebben eerder gesproken en ik weet dat... jullie hebben natuurlijk ook een aantal programma's die echt gaan over het zoeken naar informatie. Zoals Spoorloos of Adres Onbekend. Zijn jullie daar wel bezig met het publiek om ze mee te laten helpen? Heel erg. En daar hebben we wel... Kijk, als we iets testen, willen we het ook wel liefst direct live testen. Gewoon. Ja. Dus wat we hebben gedaan met een radioprogramma Adres Onbekend. Fantastisch. Was vroeger Radio 2, is nu een Radio 5. Daar hebben we echt een zoekbrigade ontwikkeld. Dat zijn mensen die ons helpen om zoektochten op te lossen. Zij zorgen ervoor, die zoekbrigade, en dat is zeg maar een harde kern van 200. En dat is het publiek, hè? Dat is niet dat jullie... Publiek, ja, dat is gewoon publiek. Je kent ze niet verder, maar... Nee.
Maar die hebben wel, wij faciliteren dat platform. Wij zetten de zoektochten bij hen uit. En dat betekent dus dat zij 80% van de zoektochten oplossen. Je hebt gewoon 200 gratis redacteuren erbij om ja, op pad te gaan. Ja. En waarbij we dus, nou, wat is dan het voordeel? Het voordeel is niet dat je dan een redacteur kunt bezuinigen, want daar is het niet om te doen. Het voordeel is dat je dus nu ruimte overhoudt om de zoektochten die veel moeilijker zijn, ja, om die wel ter hand te nemen. Ja. Want natuurlijk ja, hebben we ook onze eigen bronnen en soms kunnen we meer. Maar het is fantastisch hoe je ziet hoe betrokken het publiek is. Ja. En dat is dan heel erg op Nederland gericht nog, adres onbekend. Ja. Ik bedoel, Spoorloos staat natuurlijk wereldwijd. Zijn jullie dan ook wereldwijd al iets aan het opbouwen van een netwerk om... We zijn nog niet bezig met het netwerk. Wat we wel hebben gezien is dat we hebben voor Spoorloos één keer een zoektocht uitgezet. Jongetje, moeder dacht dat hij omgekomen was, ziet een video, herkent haar zoon en zegt dat hij leeft. In Zuid-Amerika, bij die vulkaan. Ja, ik kan me herinneren. Ja. Dus, dat hebben we uitgezet. Als je dan ziet dat daar 18 miljoen mensen bij betrokken worden. Dat delen, liken, gewoon door sharen. Het tweeten en Facebooken en dat is 18 miljoen keer. Pas op, enorme olievlek. Ja, ja. Dus dan zie je dat daar een enorm potentieel zit. We zijn er wel over aan het nadenken hoe we dat ook weer in een app kunnen vervatten. Dat je een soort Amber Alert-achtige, dus dat we, ja, we beginnen dan in Nederland, maar dat moet zich ook verspreiden. Ja. Die staat nu gepland voor oktober, dus okay. Ook die komt eraan. Komt veel aan. Als je heel nou kijkt naar de grote ontwikkelingen, de ideale omroep van de toekomst. Of de ontwikkelingen waarvan je denkt van ja, dat is echt interessant, daar gaat iets nieuws gebeuren. Welke ontwikkelingen zien jullie dan als het meest belangrijk? Wat ik het mooie vind is dat je vandaag inderdaad heel veel het roepen second screen. Volgens mij binnenkort is het second screen wordt mainstream. Dat was het eerste scherm en... Tuurlijk, is nu al. Je pakt je tablet en daarmee stuur je het andere kastje aan. Maar je krijgt ook die platform convergence. Dus of je nu op je Wii zit of op je Xbox of op je tv. Telefoon, het maakt allemaal niet uit. Het loopt in elkaar over. Nou, dat zie je wel heel sterk gebeuren. Wat ik een prachtige ontwikkeling vind, is dat hele stuk Google Glass. Kijk, eigenlijk heb je daar het scherm van de toekomst. Je zet je bril op. Het is nu nog een beetje geeky. Ja, voor de toekomst. Nou ja, ik heb hem opgehad. Ik vond hem wonderbaarlijk makkelijk. Ik bedoel, licht. Heel... En je stoort ook niet op een... Nou, en ik fietste laatst door Amsterdam en ik dacht van binnenkort gaan ze zeggen, het is verplicht om zo'n ding op te zetten. Want ik fietste zo met mijn mobiele telefoon omdat ik de weg niet wist. Ik dacht, ja, maar dan moet je er eigenlijk gewoon een Google Glass op hebben. Dat is veel makkelijker. Dat kan, ook. Ja. Waarom? Dus media wordt echt draagbaar. En dat zie je wel. Je zult ook heel erg zien, dat zie je ook nu al, dat de hele content aggregatie, de hele content maken, dat gaat ook veranderen. Natuurlijk hebben we al de gebruikers, YouTube, iedereen heeft zijn video's. Maar je ziet ook dat aanmerken zich steeds meer op het pad van contentproductie gaan begeven. Een van de cases van Ex Machina bijvoorbeeld. Maar er zijn er meerdere. Je ziet dat aanmerken, zoals Kraft Foods praat niet meer over zijn producten, maar praat over recepten. Ja, recepten site met allemaal filmpjes. Het is Red Bull die een man van de maan laat springen. Ja. Dat soort dingen, ook die content, komt er ook aan. Ja. En dan heb je nog eens een keertje de Netflix, maar ook de Amazons, de Googles van deze wereld. Nou, dat allemaal komt ook allemaal straks. Heel veel, Heel veel content. In dat veld zul je dus als omroep ook je plaats moeten vinden. Zul je moeten samenwerken met deze nieuwe groepen. Ja. Dus waar ik denk dat het in ieder geval voor de omroep van de toekomst naartoe gaat, is een vorm van een subscription model. En het wel, subscription hoeft niet altijd betalen te zijn. Dat laat ik nog even in het midden. Kijk, je kunt ook denken aan Twitter. Je abonneert, zoals je op een tijdschrift abonneert, van dat vind ik leuk, of die mensen vind ik leuk, of dat gevoel, noem mij maar meer van. Ja. Ja. Ja, en dan wordt dus belangrijk dat je dus bereik hebt. Je moet toch die aantallen halen. Maar je zult ook begrip moeten hebben voor je consumenten. Dus je moet weten wat zij willen. Waar komen ze voor bij je? Ja. Ja, en dan zul je nog die binding tot stand moeten brengen. Je zult ze echt aan je vast moeten houden. Ja. Nou, wat dat betreft vind ik het ook prachtig als je ziet, ik weet niet of dat je wel eens in het weekend luistert naar Haandrikman. Bert heeft in het weekend het programma, helemaal Haandrikman, en dan belt hij zijn Facebook vrienden op. Oké. Gefeliciteerd. Nou, in het begin was het nog zo van, Bert wie? ik ben een vriend van jou. Dus hij maakt eigenlijk, nu is het al zo van, ik hoop al dat je zou bellen. Maar je ziet daar ook weer hoe dat social ook steeds belangrijker wordt. Niet alleen maar voor begrip. Maar ook voor het leren kennen van je mensen. Ja. Nou ik denk,
als ik kijk hoeveel tijd ik zit te kijken naar mijn Twitter en Facebook schermen en me amuseer, dat is in mijn geval meer dan wat ik televisie kijk. Weet je? Dus de concurrentie zit ook daar. Ja. En dat zie je, nou, dat zie je helemaal in elkaar overgaan. Dus ja, daar zal de mediaorganisatie van de toekomst absoluut op in moeten spelen. En nogmaals, dat zal wel subscription-based gaan worden. Want je zult toch, ik geloof echt, of we als KRO geloof ik echt in die achterban. Nou ja, met die gigantische aantallen die jullie binnenslepen via die apps en werken, heb je een hele goede basis om daar aan te beginnen. Ja. Ja, maar dat sturen we ook op. Heel hartelijk bedankt. Dankjewel, Monique.